Arne, gefeliciteerd. Wat vond je van de wedstrijd van vandaag? Niet helemaal zoals ik ons heel graag zie spelen. Normaal ben ik gewend dat we wat hoger tempo aan de dag leggen. Zowel aan als zonder bal. Maar wel de hele wedstrijd gecontroleerd, gedomineerd. Dus niet in problemen geweest. Maar nou ja, daar was ook geen aanleiding voor. Maar ja, ik ben gewend om tegengoals te krijgen die je niet aan ziet komen. Dus ja, als dat vandaag ook was gebeurd, dan was ik wel benieuwd of we dan het juiste ritme en tempo hadden gehad om daar overheen te zetten. Maar dat is niet gebeurd. Dus degelijk zou je het kunnen omschrijven. Komt het, denk je, doordat jullie best een intensieve wedstrijd midweeks hebben gehad? Of is dat geen excuus dat het tempo dan lager is? Zou ermee te maken kunnen hebben, al wel voldoende rust hebben gehad. Dus dat zal fysiek gezien niet in orde zijn. Het kan met de speelwijze van de tegenstander te maken hebben, die natuurlijk heel compact maakt. Kan te maken hebben, en dat wil ik helemaal niet als excuus gebruiken, maar het scheelt een stukje of in de rust het veld gesproeid wordt of voor de wedstrijd niet. Hè. Dat zie je ook wel heel duidelijk terug, dat we dan de tweede helft een veel hoger tempo kunnen spelen. Want dan gaat de bal gewoon sneller van voet naar voet, dus moeten de spelers ook meer doen om het dicht te lopen en sneller te doen. En dan zie je dat we wel in staat zijn om regelmatig de openingen te vinden en er doorheen te spelen. Maar ook een stukje, misschien wel in de eerste helft, dat je het gevoel hebt dat je dusdanig beter bent dat het wel goed gaat komen. Want zo gingen we ook met onze kansen om in de eerste helft. Jiménez maakte maar weer eens 2 vandaag. Het zijn ongekende cijfers die hij overlegt momenteel. Wat is het sleutelmoment geweest waardoor het bij hem zo is gaan lopen? Nou, dat is winterstop vorig jaar geweest toen ik hem op ben gaan stellen. Ja. Maar daar heeft hij het nodige voor moeten doen om op dat punt te komen. Blijft hij dat soort arbeid? Hij heeft een uur voor de training kwam hij bijvoorbeeld. Hè? Daarmee heeft hij stappen voor zichzelf gezet. Blijft hij dat ja, doen? Maar hij heeft fysiek gezien absoluut stappen gezet. Dat is helder. Maar ik denk in mijn onbewaakte ogenblik ook wel eens van had ik hem niet eerder op moeten stellen. Want het is wel een speler die fitter geworden is naarmate hij bij ons kwam, zegt hij zelf volgens mij ook voldoende over. Maar hij heeft altijd goals kunnen maken, ook toen hij al bij ons kwam. Dus, maar Danilo deed het destijds ook uitstekend, hè, die eerste seizoen zelf. Maar volgens mij is er niet echt een moment geweest wat er veranderd is. Het moment is dat we hem op zijn gaan stellen. En toen heeft hij laten zien het werk wat hij gedaan had. Dus hij was ook fit genoeg om te starten, om te kunnen zetten in goals. En belangrijk zijn voor het elftal. Vind je dat fijn dat hem koste wat kost het hele seizoen moet behouden? Mocht er in de winterstop ook een club zich voor hem gaan melden? Ja, je lacht toch, maar zo gek gedacht ja. Is het toch niet dat nee, is zeker niet gek. Maar er zijn weinig Nederlandse clubs die spelers kosten wat het kost kunnen behouden. Ik denk dat het los van of er een club zich gaat melden, want in de winter zie je over het algemeen ook niet zulke hele grote transfers. Dat is volgens mij meer richting de zomer, zie je er in ieder geval meer van. Het gaat ook om wat de speler wil. En de speler heeft al een bijzondere keuze gemaakt door van Mexico naar Nederland te gaan. Omdat je er dan financieel niet voor op vooruit gaat. Maar hij heeft een bewuste carrièrekeuze gemaakt. En volgens mij is hij daar heel nadrukkelijk mee bezig. En daarom is hij ook toen hij in Nederland kwam zo hard gaan werken. In de gym met onze fysieke staf. En op het trainingsveld met ons als technische staf. En dat heeft ertoe geresulteerd dat hij nu de speler is die hij nu is. En het zou mij bijna verbazen als hij niet heel goed zou nadenken over zijn vervolgstap. Maar we snappen allemaal als er echt een unieke club langskomt. Maar om voor een unieke club om langs te komen, denk ik, maar dat is een aanname, zal hij er in de Champions League ook een paar moeten maken.